Welkom op College de Brink. Ik ben Danique. En ik ben Gentle. We weten nog goed hoe spannend het was om van de basisschool naar de middelbare school te gaan. Wij gaan ervoor zorgen dat al jullie vragen worden beantwoord, dat jullie precies weten hoe het op de middelbare school gaat. Kom maar mee. We lopen nu naar Nederland. Onze school lijkt best groot, maar jullie het weg snel kennen. De praktijklessen zijn heel anders dan op de basisschool. Maar natuurlijk hebben we ook gewoon Nederlandse wiskunde. Laten we daar eens kijken. Krijg je veel huiswerk? We krijgen niet echt heel veel huiswerk. En hoe weet je wat je huiswerk is? Je kan op je agenda kijken en op de som. Is het werk veel moeilijker dan op de basisschool? Nou, eigenlijk valt het best wel mee. Wat moet je doen als je het werk moeilijk vindt? Je hebt een eigen docent en je kan het zeg maar aan haar vragen of hem vragen. Met welk advies kan je op College de Brink terecht? Nou, we zijn een VMBO-school en je kan bij ons terecht met basis, kader en MAVO. En voor alle niveaus zorgen ervoor dat je ook praktijklessen krijgt. In de onderbouw hebben we dakpanklassen. Dat betekent dat we basiskader of kader-MAVO-klassen hebben. Dus dan kun je ook binnen je klas eventueel wisselen van niveau. Je kan hier zoveel richtingen op, maar hoe weet je eigenlijk wat je nou moet kiezen? Ja, klopt. Wij hebben wel 7 vakroutes waar je tussen kunt kiezen. Wij zorgen er daarom voor dat je in leerjaar 1 en 2 oriënteert. Dat betekent je rondkijkt bij alle verschillende richtingen. En pas vanaf leerjaar 3 ga je definitief een richting kiezen. Moet je via deze kant. Snijd je uit. Gewoon halve dingetjes, is voor de smaak. Welke vakroutes zijn we hier? We zijn nu bij horeca, bakken en recreatie. Wat leer je hier? Je leert hier koken, bakken, maar je leert ook afwassen en serveren. We zijn nu op weg naar de praktijklokalen. Sneller! Bij welke vakroute zijn we hier? Mobiliteit en transport. Wat leer je hier eigenlijk? Wat er een beetje in de motor zit. Oké, en is dit je favoriete vakroute? Nee, ik ga volgende week naar gezondheidszorg, veiligheid, welzijn en bewegen. Dit is onze aula. Hier lunchen wij. En we hebben niet tegelijkertijd met de bovenbouw- en onderbouwpauze. Dat vonden we wel fijn om te wennen, want we hebben niet van de hele grote kinderen om je heen. Je kan hier je eigen eten opeten, maar je kan ook hier wat lekkers halen. Op de basisschool ken je natuurlijk al iedereen, maar hoe leer je hier mensen kennen? De eerste dag heb je introductie en dan ga je spelletjes spelen met je klas en dan leer je mensen kennen. Is toch College de Brink wel heel leuk? Ja! U bent docent Nederlands, maar ook mentor. Hoe is dat? Ja, mentor zijn is superleuk. Ik ben mentor voor de onderbouw. Dat betekent dat ik in leerjaar 1 kennis maak met leerlingen en die neem ik ook mee naar leerjaar 2. Dus als je vanaf de basisschool hier komt, krijg je 2 jaar lang dezelfde mentor. Die helpt je wennen. En ook de docenten proberen we zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Dus dan krijg je in leerjaar 1 dezelfde docent wiskunde als in leerjaar 2. Zodat je een beetje rustig kunt wennen. Fitness op school? Ja, dat doen wij hier, in de gymles. Waarom doen jullie dat? Om kinderen te leren wat fitness inhoudt. En ook om gezond met hun lichaam om te gaan. Beter dan ik. Wat doen jullie hier? We zitten hier in het tekenlokaal. Maar over het algemeen in dit gebouw heb je hiernaast drama. Hier beneden handvaardigheid en muziek. Gaan jullie in plaats van gewoon alleen naar school? Doen jullie ook excursies? Ja, op begin van het jaar hebben we kunst- en cultuurdagen. Dan ga je bijvoorbeeld naar het museum. Ik ga naar het Tropenmuseum. En op het eind van het jaar heb je kamp. Maar je hebt ook nog feesten, zoals het Halloweenfeest. En een talentenjacht. We gaan nu naar Plaza. We zijn nu bij Plaza. Wat doe je hier eigenlijk? Bij Plaza werk je met een weekwijzer. En dan werk je aan de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. En dan maak je opdrachten. En als je bijvoorbeeld de opdracht hebt en je snapt hem niet, heb je een rode kaart. En daar staat op, ik heb een vraag. En dan komt de docent langs en die helpt je dan. En dan als je de opdracht af hebt, krijg je een stempel voor.
waar zijn we nu? We zijn bij gezondheidszorg, veiligheid, welzijn en bewegen. En wat doen jullie hier eigenlijk? We leren hier eigenlijk van alles, hoe je met mensen om moet gaan. En sport is dit jaar erbij gekomen. Dus we make-up hier niet alleen, maar we leren ook over sport. En we leren ook alle praktijk en de basisdingen. Er zijn heel veel dingen, maar de kern wat je hier leert is eigenlijk heel goed met mensen omgaan. Goed naar mensen kijken, goed observeren, goed kunnen luisteren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je hier leert. We zijn nu bij media en vormgeving en ICT. Welke opdracht zijn jullie aan het doen? We zijn nu bezig met een magazine over onszelf. En dat gaat eerst in een stapplan. En wat doe je dan precies? Je maakt eerst een schets over eigenlijk wat je alles erin wil hebben. En daarna ga je het helemaal uitwerken op de computer. Wat vindt u ervan om van deze leuke school directeur te zijn? Ja, ontzettend leuk. Ik ben inmiddels 12 jaar ben ik directeur op College de Brink. En ik ga nog elke dag met plezier naar deze school toe. En dat komt met name omdat ik van dit type onderwijs hou. Het gaat hier om beroepen. Je gaat leerlingen opleiden tot een bepaald vak. Daar zijn we ook heel sterk in op deze school. Maar daarnaast vind ik het ook zo mooi om te zien hoe leerlingen zich hier op deze school ontwikkelen. Ze komen hier binnen als 12, 13-jarigen, nog een beetje onzeker, twijfelen aan zichzelf en al heel snel geven wij ze het gevoel dat ze ertoe doen en dat ze heel veel kunnen bereiken in dit leven. En als ik ze dan inderdaad die 4 jaar ziet dat ze hier zitten en na 4 jaar leveren we ze af voor de vervolgopleidingen en dan ziet dat er heel goed uit. En elke dag zie ik gewoon hoe kinderen groeien en dat geeft mij zoveel plezier in mijn werk en vandaar dat ik nog van plan ben om dit nog een paar jaar te blijven doen. Hopelijk vinden jullie het nu minder spannend om naar de middelbare school te gaan. Tot snel!